Het Hengeloze Mantelzorgcafé, gevestigd in Café Stravinsky, bestaat alweer een jaar en mag van de gemeente blijven bestaan. Het initiatief ligt bij de stichting Informele Zorg Twente en is voor mantelzorgers uit Hengelo, Borne en Hof van Twente die hier elkaar op woensdagochtend treffen. Ons doel is dat het een gezellige ontmoetingsplek wordt. Mensen kunnen erin komen en eruit gaan wanneer ze willen. Kopje koffie drinken, een praatje met elkaar. Ze kunnen hun verzorgde meenemen, dat gebeurt veel. Mensen die hun partner of hun moeder meenemen, zelf even de stad in willen. Dat degene voor wie gezorgd moet worden, dat die aangenaam vermaakt wordt hier op deze ochtend. En, sommige mensen komen een uurtje en sommigen komen echt van 10 tot 1, omdat ze het zo prettig vinden om een ochtend ingevuld te hebben. De mantelzorgers kunnen dan even de stad in, terwijl vrijwilligers van het Mantelzorgcafé op de verzorgende passen. Wij merken dat het toch wel erg gewaardeerd wordt. We hebben een vaste groep bezoekers die toch wel wekelijks komen. Wij proberen eigenlijk op deze manier ook de mantelzorgers binnen te halen waarvan de drempel te hoog is om naar een zorginstelling of waar dan ook naartoe te gaan. Dan proberen we op deze manier toch mensen bewust te maken van je bent mantelzorg, dat hoeft niet heel erg zwaar te zijn. En dat is eigenlijk het grote doel. Gewoon gezellig en informeel bijeen zijn met mensen, lotgenotencontact, maar ook samen eens met je partner uit. Per week trekt het Mantelzorgcafé rond de 20 vaste bezoekers.